Goedemorgen. Zo. Dat moest nog even warm worden. Ik ben echt letterlijk net wakker. Het is vandaag dinsdag 21. Februari, zeg het eens. En ik voel me heel brak nog. Echt. Oh man. Ik kan nog wel een goede nacht gebruiken. Maar we hebben vandaag ook gewoon weer een drukke dag. Hé, poezewoeze. Poezewoeze. Jullie kattenbak staat bijvoorbeeld op het programma vandaag. Ik kan het leven nog niet aan. Zo. Ik ga even een outfitje aantrekken. Mezelf een broodje erin gooien. En dan kan ik het wel aan, denk ik. Ja, mauw. Mauw, Jennifer. Mwah. Dankjewel. Ik heb nog mooi heel even tijd voor een opa-update. Ik vind het zo lief dat jullie trouwens zo begaan zijn. En ik wil echt bedanken voor alle berichtjes die ik ook op Instagram en alle comments die ik krijg. En mensen die meeleven. Hij gaat dus vandaag of morgen naar huis. Dat ligt aan de thuiszorg. Wanneer die hem in het schema op kunnen nemen. Dus zorg kunnen verlenen. En daarvan afhankelijk ligt het ook aan of ik daar vandaag heen ga om te helpen. Er moeten natuurlijk aanpassingen aan het huis gedaan worden. Zoals bij de wc en de douche moeten grepen opgehangen worden. En wat ik eigenlijk zelf het spannendst vind, is dat ik gewoon bang ben dat er is niks uit die koorts gekomen, zeg maar. Ze weten gewoon niet waar die koorts vandaan kwam. Het enige wat zij zeggen is, ja, we staan voor een raadsel, maar de koorts is weg. Dus wat ons betreft kun je doorgaan met revalideren vanuit huis. Dus in mijn achterhoofd is een beetje een angst van wat als die koorts terugkomt. Maar de thuiszorg heeft het niet door of wij hebben het niet door. En nou ja, wat als het dan toch onderhuids ergens doorsukkelt. Ja, ik vind dat allemaal wel spannend. Maar ja, hij wil zelf heel, heel graag naar huis. Dus voor hem ben ik wel blij. En we gaan het gewoon bij het positieve houden. Hij mag naar huis. Ze zeggen het allemaal. Dus dan gaan we dat doen. En dan gaan we vanaf daar verder met het herstellen. Hallo. Je ziet het doekje. En een heel klein koppie. Hallo. Hallo. Hallo, boekje. Dus ja. Ik hoop stiekem dat het morgen is, want doordat ik natuurlijk gisteren voelde als een zondag, maar dat was het niet. Dus ik loop een klein beetje achter. Dus ik zou het fijn vinden als ik vandaag even een dag heb waar ik een beetje dingen kan regelen. En dan kan ik me morgen daar focussen. Maar ja, als het vandaag is het vandaag. Dus we zien wel hoe het komt. Mocht je mij op straat tegenkomen vandaag en denken, zo, wat een foute combi. Ja, weet ik. Maakt me niet uit. Ik wil gewoon mijn jasje aan. Deze jas is echt mijn leven. Die is zo lekker. Is het vreselijk? Ja, het is niet best. Maar weet je, waar ik echt gewoon gelukkig van word, dat ik nu in mijn nieuwe auto mag rijden. Even kijken. Ik heb de autosleutel hier. Ik heb de huissleutel in mijn tas. Ik heb een boodschappentas. Dan kan ik gelijk door. Oh, dat was een ring. Ja, dank je, Jin. Die laat even nieuw aan die licht. En dan kan ik gaan. Zullen we nog een stukje van een ander liedje doen? Ja, dat is goed. Ik had als laatste opgeschreven You're Just a Boy van Beyoncé. Oh ja. Oké. Okay. We zijn weer dramatisch. Ja. Nou ja, ik heb al lang niets dramatisch gehoord. Drink beer with the guy. I'd kick in with who I wanted, and I never get confronted for it. If I were a boy, I think I could understand, and everything you have got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone. Terugdenken hoe het laag ging. Ja, dat is bizar. want ik heb deze vroeger zoveel gezongen en dan ging het gewoon niet. Ik heb er echt niks op aan te merken. Het is echt bizar. Ja, het is echt bizar.
ik realiseer me het ook gewoon een soort van niet. Dat ik denk, maar ik zing het toch gewoon? Ja, ik zit echt met kippenvel te luisteren naar, ja, zo moet het! Echt gek. Ja, ja, dit, punt, zeg maar, wat het laag betreft. Ja. Het hoog zit eigenlijk ook al best op orde qua klank. Ik denk dat nog iets meer vrijheid in de toon mag zitten en iets meer onderklank. Iets meer een soort roepachtige klank. Zou ik nog ietsje luider kunnen maken? Misschien ben je er dan al. Oké. Denk ik. Ja. Of zat je al aan je... Nee, ik probeerde hem juist ook een beetje in te houden. Omdat ik dacht, niet zo hard. Ja, nou hier mag het eigenlijk wel... Dus als je nog wat hebt, en dan heb ik... Ja, probeer eerst maar 10% of zo. If I were a boy. Yes, dat is het, ja. I think I could understand. Ja, heel goed. Perfect. Dit is de klank. Bij could gebeurde wat. Ja, daar gebeurde wat, ja. Wat is dat voor... Dat... Het is de klank, denk ik, die ik niet weet waar ik moet, hoe ik hem moet plaatsen. I think I could. Je moet een beetje naar... Nou, doe hem eens los. I think I could understand. Ja, bij jou verandert er iets. Even denken. Je trekt hem. Ik trek hem naar achter. Naar achter, ja. I think I could understand. Daar zit hij. Dus hij luistert een beetje nou. Ja, ik moet hem even een aantal keer oefenen. Ja. Oeh, jongens, ik heb een mailtje. Dat mijn bed komt. Vrijdag. Lichtelijk onhandig, maar... Vrijdag is natuurlijk de dag dat ik altijd naar mijn opa en oma ga. Maar ja, als mijn opa vrijdag thuis is, dan verandert natuurlijk ook een beetje. Want dan hoef ik niet meer 's ochtends mijn oma naar het ziekenhuis te brengen. Oh ja, dan is het eigenlijk nog niet eens zo verkeerd. Want dan ga ik gewoon avondeten daar. Waar zit dat ook weer? Hier. Er zit dus ook nu een volumeknop aan mijn... kikker in mijn keel. Aan mijn stuur. Dus dan ga ik daar gewoon eten. Of misschien in ieder geval eerder heen ook voor spelletjes. Maar het is tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. En ik hoor de dag van tevoren... Wat is hier een wagenpark? Normaal is het hier helemaal leeg. Hoe laat? Deze auto... heeft zo'n intens kleine draaicirkel. Ik heb nog nooit een auto met zo'n kleine draaicirkel meegaan. Het is niet normaal. En het is handig! Ik ga even richting de Albert Heijn, want ik kreeg dus de tip dat de hygiëne kattenritkorrels, kattenbakvulling, bij de Albert Heijn veel goedkoper is. En ook echt gewoon bijna 2 euro scheelt. En aangezien ik 3 van die pakken neem, nou, vind ik dat wel de moeite waard. En dan doe ik de rest van de boodschappen wel weer bij de Jumbo en de Aldi. 3 supermarkten af voor de wekelijkse boodschappen. Skere tijden, jongens. Kijk nou eens even. Wat een volle achterbak. Wow, mijn plantjes vallen. Nou, dat ga ik niet in één keer kunnen, jongens. Ik heb al stiekem mijn kastantje op natuurlijk. Dat begrijpen jullie. Ja, ik moet sowieso 2 keer lopen. Oké, jongens. De boodschappen zijn binnen. Mijn moeder stuurde echt precies toen ik in de Aldi liep. Wil je deze wijn voor Omi meenemen? En het wordt dus toch vandaag. Dus ik zeg sorry. Ik zeg maar ik moet echt heel even de kattenbakken doen. En een samenwerking afmaken. Ik zeg dus ik kan niet nu op stel en sprong weg. Maar dat was oké, zei ze. Ik dacht ja, dit zijn die momenten dat ik dan normaal gesproken niet aan mezelf zou denken. En niet aan mijn eigen katten. Terwijl die kattenbak die moest eigenlijk gisteren al. Dus daar ben ik al een dag te laat mee. En die samenwerking, die moet gewoon vandaag. Die moet vandaag. En dat kan ik dan wel heel laat 's avonds doen. Maar dat is gewoon echt heel irritant voor mezelf. Dus ik vind het heel moeilijk. Maar ik heb het gezegd en het is oké. Ik wilde bloemen voor mezelf kopen. Maar toen zag ik deze plantjes in de aanbieding. En toen dacht ik, daar heb ik alleen maar langer wat aan. Dus heb ik er 2 van meegenomen. Croissants bij de Jumbo. En de plantjes bij de Jumbo. En de rest is allemaal van de Aldi. Ik heb 3 bananen die ik oud ga laten worden voor een nieuw bananenbrood. Ik koop daar bewust bananen voor, want vorige week had ik ook bananen gekocht. Die heb ik allemaal opgesmikkeld. Dit zijn de bananen die ik gewoon lekker dan kan opeten. Ik
sinaasappeltjes. Ik hoop dat ze nog lekker zijn. Want volgens mij gaat het seizoen langzaam een beetje aan het einde lopen. Nieuwe krieltjes. Dit keer gewoon, hoe zullen we het noemen? Normale aardappelkleur. Ik had die rode. Die ga ik dan vanavond opeten. Wat wel, Sterre die... Ik zou vanavond met Sterre eten en zwemmen. Maar die is ziek. Dus die heeft net afgezegd. En ondanks dat ik dat echt super jammer vind, is het misschien voor mijn planning niet zo heel gek. Broodje. Hetzelfde weer. Die extra vezelrijk. Dan, deze hadden ze eindelijk weer. En die waren echt super lang op bij de Aldi. Van die pure rijstwafels. En dat is zo lekker. Dus ik heb een voorraadje gekocht. Met het risico dat ik ze nu ga eten alsof het snoep is. Maar dat hoop ik niet. Dan heb ik een komkommertje. De Hollerreus was in de aanbieding voor 3 euro. Pakje van meegenomen. Broccoli. Die hadden ze ook weer. Vegan volgens mij. Ja, vegan kipburgers. En die zijn ook heel vaak uitverkocht. Dus ik heb 4 verpakkingen meegenomen. Er lag nog meer. Vorige keer zei iemand, maar er zijn ook andere mensen die nog spullen willen. Maar ik hou daar echt rekening mee. Ik pak zeg maar niet zoveel dat niemand anders meer heeft. Maar ik moet ook een beetje aan mezelf denken. Dus ik heb er 4. Dan kan ik ook lekker invriezen. Lekker groot pak kaas. Champignonnetjes. Zowel bij mijn kipburger als eventueel een pastaatje als ik dat van de week wil maken. En dan heb ik 4 blikjes Golden Power. Ik heb er echt, ben echt van mijn verslaving af. Dus ik ben echt trots op mezelf. Nou, het was nooit echt een verslaving. Maar zeg maar, voordat ik ziek werd. Dus december. December is natuurlijk sowieso een maand dat je jezelf meer gunt dan je zou moeten doen. In sommige gevallen. Maar in december was ik echt weer, ik denk 4-5 per week of zo. En nu drink ik er echt 1. Misschien een keer 2. Dus dat gaat lekker. Maar ik heb wel weer even een voorraadje. Dan hoef ik denk ik de komende, 2 weken niet heel veel groenten. Maar ja, ik bedoel, morgen ga ik dan, als Sterre weer beter is of zich beter voelt, gaan we morgen samen eten. Ik heb ook nog wat broccoli, bloemkool liggen. En ik heb volgens mij paprika heb ik nog liggen. Dus jawel. Ik denk dat ik nu, brood zit ook nog in de vriezer. Ik denk dat ik het 2 weken moet redden, jongens. Dat zou echt lekker zijn, hè? Oh ja, en ik had dus ook nog een pak toiletpapier. Hoe heet het ook alweer? En dit zijn de korrels van de Albert Heijn. Deze is inderdaad 3,50, maar ik twijfel eraan of dit niet de Ultra bij de Jumbo is, die ook 3,50 is. Want zij hebben ook zeg maar 4-in-1 hygiëne, die wel weer 5 nog wat is, die de Jumbo ook heeft, maar die heet daar dan weer gewoon hygiëne. Ik heb het idee dat hem in de naam zit, maar dat dit zeg maar niet diegene is met blauwe korreltjes erdoorheen die ik fijner vind werken. Maar ik ga hem sowieso een kans geven, want ik heb er nu 3 en misschien gaat het wel heel goed. Oké, het huis ruikt nog nergens op, maar er zijn 2 wassen... Oh, de deur staat nog open. Dat is niet de bedoeling. Er zijn 2 wassen gedaan. De kattenbakken zijn gedaan. De werkprioriteiten zijn gedaan. En dat betekent dat ik nu kan doen wat ook moet gebeuren, namelijk familieprioriteiten. Ik heb even een banaantje tussendoor. Welke lamp staat nou aan? Dat is de gang. Het wordt ondertussen vervelend om te zeggen, maar ik heb weer alle potjes gewonnen. Het is maar goed dat ik 1 potje niet mee heb gedaan, zodat mijn moeder ook een potje had kunnen winnen, anders had ze weer niet geslapen vannacht. Maar wel een leuk spel. Ik vind keer op keer toch nog leuker dan Kwiks. Ja, ik ook. Want gisteren hebben we dus Kwiks gespeeld. Kwiks is echt de shit. En de omi is nu alles aan het klaarmaken. Want opie is onderweg als het goed is. Hij komt hier om 5:30 ongeveer aan. En de thuiszorg is geregeld. Dus let's go. Wij zijn foto's aan het kijken van 50 jaar huwelijken. Ja. Hier gebruikte ik nog de John Frieda blondspray. Zoals u kunt zien, want ik spring overal uit met mijn blonde haar. Maar dit is wel een goede, mooie dag. En nu gaan we richting 60 en dat zal ook weer een feestje moeten worden. In augustus, toch? Ja, 20 augustus. Oké, lieverds, het is een beetje een race tegen de klok geworden.
Want ja, het loopt natuurlijk allemaal altijd uit. En het is nu 20:15. Nou, het is eigenlijk al 7:50. Je zag het net heel snel en nu is het weer weg. En mijn batterij is ook nog leeg. Ik heb even snel een verse pasta gehaald. Omdat het sneller klaar is. Want om 8:00 is het natuurlijk tijd om te zwemmen. En ik wilde wel voor de tijd nog eten. Dus ik heb wel tegen ME gezegd. Ik ben er niet om 7:45. Dat doen we meestal. Dus ik ben er gewoon om 7:55. Want die 10 minuten heb ik toevallig heel hard nodig. Maar het zat dus wel, het verhaal met mijn opa naar huis zat iets anders dan ik dacht. Want dat had ik niet helemaal begrepen. Hij had zijn maximum zorg bereikt. Dus het maximale tarief voor het revalidatiecentrum. Dus daarom is hij naar huis. Dus ja, alle medici hebben wel gezegd van oké, dat kan ook. Dus vriend, je hebt gewoon een mega krabpaal. Doe eens niet. Er zit een doos te krabben. Niet dat dat heel erg is, maar hij moet gewoon weten dat ik moet krabben aan de krabpaal. Dus ja, dat is wel een beetje, nou ja, vind ik toch wel jammer dat de zorg zo in elkaar zit. Want ja, ik vind het gewoon spannend. Ik zag hem nu lopen en toen dacht ik, die kan nog nauwelijks lopen. Hoe moet dat in vredesnaam met alleen mijn oma? Dan gaan wij natuurlijk wel gewoon elke dag langs blijven komen. En ook om oma te ontlasten. En de thuiszorg komt 's ochtends een keer en 's avonds een keer, maar... Ik ben gewoon bang dat niet genoeg zorg is, jongens. Dus, bizar hè, dat dat kan. Dat je gewoon je maximale budget aan zorg bereikt. En dan is het maar gewoon, nee, nu ga je naar huis. Je gaat nu gewoon naar huis. En je zoekt het maar uit. Maar in ieder geval, mijn pasta staat op. Ik heb, wat heb ik? Tortellini met tomaat en kaas. En dan ga ik daar nog even een pasta sausje van Coro bij doen. Die ik heb ontvangen. Tomaat, basilicum. En dan doe ik daar nog wat groenten. En dan heb ik toch een lekker maaltje, jongens. En dan kan ik eventueel, denk ik, na het zwemmen nog wel een portie eten. Ik denk dat ik er wel 2 van kan maken. Moet ook heel nodig plassen. Ik moest trouwens voor mijn oma nog even naar de supermarkt. Vandaar dat ik die pasta heb gekocht. Ik ben er niet speciaal voor naartoe gereden. Maar ik was er toch en toen dacht ik, oh dat is wel handig, want dan ben ik eigenlijk wat sneller. En ik wist toen al, dit gaat uitlopen. Dus even lekker champignonnetjes bakken, een paprikaatje erdoorheen. En wat broccoli. Hoe laat is het? Het is nu al 7:30. My goodness, wat een planning. Nou ja, het komt wel goed. Ik weet niet wie bedacht heeft dat die verse pasta 2 porties is, want dat is een leugen. Ik zit lekker de rest nu op te eten. Voldaan van het zwemmen. En hongerig van het zwemmen. Man, ik ga ook nog eventjes de nieuwe aflevering Love Island aanzetten. En nog heel even genieten. Want stiekem moet ik de video van morgen nog afmaken. Maar ik neem eerst even een momentje voor mezelf. Ondanks dat het al 9:30 is en het dan waarschijnlijk heel laat wordt. Ik merk dus dat ik de laatste paar weken struggle met de strijd om naar bed te gaan of om nog te chillen. Ja, ik vind het heel raar, ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen, maar als ik dus merk dat ik overdag heel veel heb gedaan of heel druk ben geweest of constant van het een in het ander val en niet het moment heb om even mijn gedachten op nul te zetten. Ik denk ook dat het komt omdat ik zo weinig nog alleen zwem, eerlijk gezegd. Dat realiseer ik me nu eigenlijk pas terwijl ik dit tegen jullie zeg. Want dat was altijd mijn momentje om op nul te komen. En ik merk dat als ik dat dus niet doe, dan ben ik mezelf aan het pushen om langer wakker te blijven. Om nog even dat chill moment te hebben, dat moment voor mezelf. Want nu, ik zit echt al een uur te vechten. Het is nu 11:40. Ik was om 11:15 klaar met editen. En toen dacht ik, ja maar nu wil ik nog heel even gewoon een serie aanzetten. Dus toen heb ik nog een aflevering gekeken. Maar tijdens die aflevering zat ik echt al zo op die bank. En denk ik, wat ben ik mezelf aan het pushen om te relaxen terwijl ik eigenlijk gewoon wil slapen. Maar dan voelt het een soort van dat de dag alweer voorbij is en dat ik daar nog niet klaar voor ben of zo, weet je wel. Ja, ik hoop dat je het snapt. Ik weet niet helemaal hoe ik het uit moet leggen. Morgen
is wel een dag voor mij. Niks op de planning, tenminste. Dat wil zeggen, Sterre zei, als ik beter ben, dan kunnen we het morgen doen. Maar ik denk eerlijk gezegd, ik weet niet hoe zij zich voelt natuurlijk hoor. Maar als zij zich vandaag zo beroerd voelt, dan denk ik dat het sowieso niet handig is om te gaan zwemmen. En we hadden afgesproken McDrive te doen met mijn nieuwe auto. Lijkt me ook niet het meest geniale idee. Dus, maar anders is dat ook pas 's avonds. De rest van de dag heb ik helemaal niks. En kan ik plannen zoals ik wil. En misschien geef ik mezelf wel de ochtend vrij. Dat ik gewoon de ochtend kan chillen. En dat ik dan lekker lunch voor mezelf maak, uitgebreid. En dat ik dan 's middags aan de slag ga. Dat zou wel heel lekker zijn. Lang geen gek idee. Gewoon de camera uitzetten en dan denken, oh, wacht, ik wil de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.